Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme gaat binnenkort aan tafel met de boothouders die de route Paramaribo-Meerzorg onderhouden. Dit vertelt hij in een gesprek met onze nieuwsdienst. Gisteren heeft de belangenorganisatie Veerboothouders Komowijnen onder leiding van ANSADI de autoriteiten aandacht gevraagd voor de aanpassing van het huidig tarief en de uitbetaling van terugwerkende kracht. We hebben ze, het directoraat transport heeft reeds de boothouders, ik meen 2 dagen terug ontvangen. Ik heb dit gisteren tijdens de regeringsvergadering ook als aandachtspunt meegegeven dat we eraan moeten werken, daarnaartoe moeten werken om binnen de transportsector, dat we gezien de omstandigheden internationaal, de olieprijs is omhoog gegaan, dat is een is niet iets waarop we een invloed hebben, maar dat we ook gaan kijken hoe gaan we welk deel van de samenleving gaan we hier gaan we opvangen middels subjectsubsidie. Dat is een van de to-do, zeg maar de actiepunten die we nu moeten gaan in orde moeten maken om de gemeenschap te kunnen bedienen en van dienst te kunnen zijn. Jubitana zegt verder dat er jarenlang via objectsubsidie is bijgedragen aan deze sector. Het huidige beleid is erop gericht over te stappen op subjectsubsidie. De bewindsman zegt dat er via zijn collega's ook een beroep is gedaan om het vraagstuk onderling op te vangen. Dus we zullen zeker binnen een week weer aan tafel gaan met zeker de boothouders, want ze hebben recht op informatie, ze hebben recht op zeker hun, ook hun bestaansrecht. Dat is hun dagelijks brood, dat beseffen we als geen ander. Maar we moeten ook zeker gaan beseffen dat wanneer we praten over een prijsbepaling, dat we dat niet veelal gaan doen uit emotie, maar puur vanuit de ratio. En wanneer we de oplossing, met de oplossingen komen, dat we ook gaan zitten op dat deel van subject. Het is niet helemaal nog uitgewerkt, dus vandaar dat ik dit ook gisteren aan de orde heb gesteld tijdens de regeringsvergadering. Omdat, hoe je draait of keert, het is een situatie die ons, we hebben er geen invloed op. Jubitana zegt dat er naar een passende oplossing voor het probleem moet worden gezocht in het belang van de samenleving.